super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag neem ik jullie mee in het proces van hoe ik mij in de ochtend klaarmaak. Ik laat mijn skincare routine zien, wat overigens niet heel uitgebreid is. Mijn make-up routine en mijn haarroutine. Dus hoe ik dit voor elkaar krijg in de ochtend, ga ik in deze video met jullie delen. Mocht je je ook klaar willen maken, pak gerust je make-upjes erbij. Of een kopje thee, wat jij lekker chill vindt. En laten we maar snel gaan beginnen. We beginnen met skincare, maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst deze haarspeldjes in mijn haar schuiven. Elke dag reinig ik eerst mijn gezicht met micellair water. En zoals je kan zien is deze bijna op. Ik weet niet hoe lang, maar ik gebruik echt al een hele tijd, misschien al 2 jaar langer zelfs, Garnier micellair water. Ik hou ervan. Als ik dat heb gedaan, gebruik ik een gezichtscreme en ik gebruik deze van Kiehl's. Dit is de Ultra Facial Cream. En deze is goed voor de droge huid. En ik merk dat ik op dit moment best wel veel droge plekjes op mijn huid heb. Dus ik vind deze heel erg fijn. En dit masseer ik dan in mijn gezicht. Oké, ik merk dat ik best wel veel crème nu op mijn gezicht heb aangebracht. Maar dat is alleen maar lekker. En ik breng het ook even een beetje in mijn nek aan. Zo. Dan hebben we nog een product van Kiehl's. No spon. Hou er alleen heel veel van. Dit is de Creamy Eye Treatment met avocado. En ik maak hier goed gebruik van. Hij is bijna op. Dus hier breng ik een heel klein beetje van aan. Nou ja, het is wel redelijk wat. Maar ik probeer het niet al te dik te doen. Mijn lippen zijn ook niet normaal droog. Dus ik breng een klein beetje vaseline aan op mijn lippen. Wat ik ook heel erg fijn vind is om mijn massageroller of mijn jaderoller te gebruiken. En omdat het zo lekker cool is, is het lekker ontspannend. Ik weet niet of het werkt, maar ik vind het gewoon fijn om mijn crème nog extra in mijn gezicht te masseren. En wat ik zei, het is gewoon lekker ontspannend. Dus dit doe ik heel eventjes voordat ik aan mijn make-up begin. De eerstvolgende stap voor mijn make-up is een primer. Dit gebruik ik niet altijd. Het ligt eraan of ik er zin in heb. Maar dit is de High Class Face Primer van NYX. Dan foundation. En op dit moment gebruik ik de Maybelline Dream Radiant Liquid. In de kleur Natural Ivory. En ik ben een persoon die vanuit het product het dan zo op mijn gezicht aanbrengt. En dan dep ik het met een beauty blender in. Dan gebruik ik ook een beetje concealer. En mijn favoriete concealer op dit moment is de NYX Can't Stop Won't Stop. En ik heb deze in 2 verschillende kleuren. Namelijk in Natural 07 en Vanilla 06. En het ligt er een beetje aan welke kleur ik gebruik. Nu gebruik ik de lichtere. Ook omdat die andere bijna op is. Zo. Dit is denk ik wel de beste concealer die ik tot nu toe heb gebruikt. Oké, en dan zitten mijn handen helemaal onder. Maar ik heb altijd van die gezichtsdoekjes bij mijn make-up. Want ik heb geen zin om steeds heen en weer te lopen naar de wasbak. Dus dan veeg ik eventjes mijn handen af, zodat ik verder kan gaan. Dan zijn we aangekomen bij het product wat op dit moment mijn nieuwe liefde is. Ik was een tijdje geleden bij de Bijenkorf en toen ben ik een beetje gaan oriënteren naar nieuwe make-up producten. En toen kwam ik bij Charlotte Tilbury terecht en toen zag ik dit product. Hollywood Flawless Filter. En ik vroeg zo aan de medewerker van, goh, wat is dit product? Wat doet het met je? Is het een foundation? Ze zei van, je kan het wel als foundation gebruiken, maar het zorgt voor een natuurlijke glow. Nou, ik neem aan dat zij de waarheid spreekt. Dus ik dacht, nou, nice. Toen ze bij me aangebracht en dacht ik, oh, dat is wel chill. En eigenlijk sinds het moment dat zij het bij mij heeft aangebracht, ben ik er helemaal verliefd op. Ik heb het gekocht zoals je het kan zien. Maar ik heb het sindsdien ook elke dag gebruikt. En ik vind het heel erg nice. Ik hou sowieso ontzettend veel van highlighter.
Maar ik wil er niet uitzien als een discobal. En dit is zo chill. Ik gebruik het dus niet als een foundation, omdat ik dat too much vind. Maar zoals hier zie je al een beetje een natuurlijke glow. Maar dan accentueert dit iets meer. Dus dit is een beetje de manier hoe ik het aanbreng. Een beetje op mijn kin, een beetje op mijn neus, een beetje hier en een beetje op mijn voorhoofd. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Dit kan je met je vingers indeppen, maar ik doe het lekker met een beauty blender. Bronzer kunnen we natuurlijk ook niet vergeten. Vroeger was ik, toen contouren helemaal in is, helemaal into contouren, wilde ik een strakke lijn. En nu vind ik het gewoon mooi een beetje luchtig bronzer aan te brengen. Of nou ja, zo luchtig mogelijk. Van het praten krijg ik dorst. Nu zit trouwens water in. Kijk hoe leuk deze Starbucks beker is. Oké, dan wordt het tijd voor mijn shiny friend. Namelijk highlighter. En ik heb wel meerdere highlighters. Niet mega veel. Maar ik merk dat ik altijd Soft & Gentle van MAC pak. En ik gebruik deze fan brush. Ik heb een plasticje nog eromheen. Heel erg random. Maar ja, ik wil niet dat mijn hele make-up la onder de highlighter zit. Dus vandaar heb ik hem er nog omheen. Maar highlighter dus. Normaal gesproken doe ik mijn wenkbrauwen eigenlijk gelijk na mijn foundation. Maar tegenwoordig hoef ik ze eigenlijk niet meer te doen. Omdat ik ze, hoe lang geleden is dat alweer? Ruim een half jaar geleden heb laten microbladen. En ik ben er echt super blij mee. Van nature waren mijn wenkbrauwen echt afschuwelijk. Ik weet nog de tijd dat ik mijn wenkbrauwen niet kon bijtekenen. Mocht je me toen al op YouTube volgen, dan weet je hoe mijn wenkbrauwen toen uitzagen. Verschrikkelijk, maar ja, zo'n stadium moet je ook hebben gehad. Maar nu ben ik wel blij met mijn natuurlijke wenkbrauwvorm. Ik kan zo door het leven gaan, maar ik vind het altijd nog wel even mooi om ze een beetje bij te werken. Het product wat ik voor mijn wenkbrauwen gebruik is mijn Anastasia Deep Brow. En ik heb nu de kleur Soft Brown. Hiervoor had ik Medium Brown. Ik had de verkeerde kleur gekocht, maar op zich is deze ook al prima. En het kwastje wat ik ervoor gebruik is van de Primark. En I love it. Het werkt zo goed. Oké, ik pak even een ander spiegeltje. Ik heb voor mij trouwens een spiegel, mocht je het nog niet doorhebben gehad. Oh no. Soms heb je dagen dat je wenkbrauwen echt goed willen zitten, maar soms heb je dagen dat ze niet meewerken. En vandaag is er een dag. Als ik het even wil fixeren, gebruik ik een wenkbrauwliner of ja, een pen voor de precisie. Oké, voor nu laat ik mijn wenkbrauw even met rust voordat ik ze echt ga verpesten. Dan wordt het tijd voor oogschaduw. De laatste tijd gebruik ik bijna alleen maar mijn nieuwe palet van Charlotte Tilbury. En deze heet de Golden Goddess. En hij heeft 4 kleurtjes. Je moet ze alle 4 afgaan. Je begint met die, dan die, die. En vervolgens eindig je met deze kleur. De lichte kleur breng ik over mijn hele ooglid aan. Zo. Ik improviseer altijd met make-up. Toevallig kreeg ik een soort van tutorial toen ik bij de Bijenkorf was. Dus dan wist ik een beetje wat ik moest doen. Maar vaak experimenteer ik gewoon. Als iets niet lukt, dan lukt iets niet. Nou, dan leer ik ervan. En als iets wel lukt, dan lukt het wel. Ik heb vroeger wel eens make-up tutorials gekeken. Maar dan ben ik zo perfectionistisch dat ik het na wil maken. Maar voor mij werkt het gewoon het beste dat ik inspiratie opdoe. En dan zelf gewoon oefen en erachter kom wat voor mij werkt. Want ja, ieder ooglid is ook weer anders. En natuurlijk kan je leren van verschillende technieken. Dan blend ik het een beetje in. Dan gaan we naar de volgende kleur. Even kijken. Dit moet een beetje hier. En de tip die ik kreeg van de visagist is om de laatste kleur met je vinger te gebruiken. Omdat dan het iets meer pigment bevat. Dus dat doe ik dan ook. En daarvoor gebruik ik mijn pink. Dan wordt het tijd om mijn wimpers te doen. En daar heb ik een hele stappenplan voor. Ik heb mijn wimperkruller. En die verwarm ik straks met mijn aansteker. Ik kan ook een föhn gebruiken. Maar een aansteker is makkelijker om in mijn la te bewaren dan een föhn. Want dat past niet. Ik heb hier een mascara primer van Max Factor. En ook een mascara van Max Factor. Laat mijn wimperkruller voor ongeveer 20 seconden zitten. Dan gebruiken we eerst mijn primer. Het is sinds kort dat ik
mascara primer gebruik. Ik geloof er niet zo in. Ik dacht dat het een beetje onzin was. Maar ik merk wel een verschil. Ik heb niet zoveel wimpers. En ook helemaal geen lange wimpers. En ik hou er wel van als mijn wimpers aanwezig zijn. Of zo aanwezig mogelijk zijn. En dit laat ik even opdrogen. En dan ga ik even mijn andere wimpers krullen. Wel even voelen of het niet warm is. Want je wilt natuurlijk niet je oog gaan verbranden. En dan wordt het tijd voor mascara. En ik was laatst op zoek naar een nieuwe mascara. Want normaal gesproken zijn mascara's zwart. Je hebt ook kleurrijke mascara's. Maar ik was specifiek op zoek naar een bruine mascara. Maar ik kon ze nergens vinden. In ieder geval niet in een drogisterij. Maar dit kwam in de buurt. Dit is brown black in plaats van black, ultra black. Heel vaak willen mensen juist ultieme zwarte wimpers. Maar ik wil juist een beetje natuurlijk. En ik merk hiermee, het is nog steeds wel zwart. Maar het is niet bam in your face. Zo'n gevoel heb ik ermee. Mocht je mij kunnen helpen en mij kunnen vertellen waar je een bruinkleurige mascara kan vinden, dan help je je meid. Soms gebruik ik ook nog eyeliner en dan breng ik het na mijn mascara aan. En dan vraag je je waarom na je mascara? Nou, omdat ik dan een soort van mini wing wil doen. Dat een soort van extensie is van mijn laatste wimper. Soms lukt het niet. We gaan het nu ook even proberen. Het is echt wel een struggle om het pas na je mascara te doen. En ik ben een persoon die heel erg trilt. Dus mijn spiegel trilt, mijn hand trilt. Oh. Ja. Het is gewoon een heel klein detail. Je ziet het waarschijnlijk niet echt heel erg. Of wel? Het is me soort van gelukt. Niet helemaal. Dan hebben we ook nog een lipolie. Oh, daar ben ik helemaal vergeten. Wat ik ook heel erg fijn vind om te gebruiken. Is deze Catrice Volumizing Extreme Lip Booster. En ik zou never nooit in mijn leven lipfillers willen hebben. Want ik ben daar geen fan van. Maar dit zorgt er wel voor dat je lippen ietsjes meer eruit springen. Want dat komt omdat er hot chili in zit. En je voelt het ook echt tintelen. Het is echt bizar. En hiervan doe ik een heel klein beetje op mijn lippen. Het is niet dat je gelijk zo'n bam, je hebt echt grote lippen of zo. Maar ik merk wel echt een verschil door die tinteling. Ja. En de laatste stap voor mijn make-up is een gezichtsmist. Of ik gebruik een fixing spray of gewoon een energizing vitamin C. En dit vind ik heel erg lekker en verfrissend. En dat was mijn make-up. En nu wordt het tijd om mijn haar te gaan doen. Het ligt aan de dag wat ik met mijn haar doe. Soms laat ik het gewoon zo. Bijvoorbeeld vanochtend heb ik gedoucht. En dan laat ik het gewoon lekker opdrogen. Doe ik een aantal haarproducten in. En that's it. Soms krul ik mijn haar. Soms stijl ik mijn haar. Maar voor vandaag gaan wij mijn haar krullen. Maar voordat ik daaraan ga beginnen gebruik ik een haarolie. Deze is van Gisu. Ik heb hem nog niet super vaak gebruikt. Maar ik gebruik hem wel regelmatig. Het is omdat het een duur product is. Wil ik er zuinig mee zijn. En ik gebruik niet mega veel. Ja. En dan wrijf ik het in mijn handen. En dan breng ik het in mijn haar. Dan gaan we mijn krul dan even in het stopcontact steken. Deze krultang is van het merk T3 Micro. En ik vind het echt super fijn. Wat ik vaak ook doe. Ik verdeel mijn haar in verschillende stukken. En dan pak ik eigenlijk willekeurige plukjes. Het maakt me niks uit of het iets groter is, iets kleiner is. Maar ik pak gewoon willekeurige plukjes. En dan krul ik het voor ongeveer 10 seconden. En dan laat ik het in mijn hand vallen. Laat ik het voor een aantal seconden in mijn hand zitten. En dan laat ik het zakken. En omdat ik nu best wel kort haar heb voor mijn doen, zijn mijn krullen ook niet heel erg gekruld. Sowieso hou ik meer van slag dan echt krul.
kort haar krullen vind ik wel lastiger dan lang haar. Want de kans is groter dat ik mezelf verbrand. Ik ben heel erg eigenwijs dat ik geen handschoentjes of zo draag. En je hebt hier ook zo'n klemmetje, maar dat vind ik niet echt fijn werk. Dus ik wikkel het er gewoon lekker omheen. Zo, ik ben tevreden met mijn haar. Ik ga er vaak nog even met mijn hand zo doorheen. And that's it! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat vooral hieronder in de reacties achter hoe jouw dagelijkse make-up routine of haarroutine eruit ziet. Daar ben ik al benieuwd naar. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!